U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het zal niemand zijn ontgaan, we hadden vandaag een ontstuimige dag en dat resulteerde tot hoge golven op zee. Maar goed, dat was niet het enige. We hadden te maken met zeer zware windstoten, topper van de dag tot nu toe. 120 km per uur op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Maar ook in het noorden van het land stond heel veel wind. Uitschieters van ruim boven de 100 km per uur, 110 zelfs. In het Waddengebied we zagen we uh, uitschieters bij Gils rijen boven de 100 km per uur. En uiteraard ook in de buurt van Vlissingen in Zeeland hoge windsnelheden. Dit zijn uitschieters. De gemiddelde wind pakte wat minder extreem uit. Maar toch, een windkracht 9 hebben we op veel plaatsen gehaald. En op sommige plaatsen tipte de wind zelfs even aan een windkracht 10. Nou, het wordt allemaal langzaam, iets rustiger. Maar wel met de nadruk op langzaam. Want de lijnen van gelijke druk zien we voorlopig nog dicht bij elkaar liggen. En dat betekent dat wind de hoofdrol nog wel blijft opeisen. Maar er zijn ook buien. En die buien pakken dan ook nog eens fel uit. Daar zit soms natte sneeuw bij. Hagel is sowieso mogelijk. En ook onweer. Donderdag wordt het geleidelijk eventjes wat rustiger. En hebben we wat kalmere condities. Maar dan zien we eh, boven Engeland alweer een lage drukgebiedje naderen. En dat lage drukgebiedje koerst waarschijnlijk eh, vrijdag. Pal over ons land. Dat betekent dat het voorlopig nog wisselvallig blijft. Inmiddels is wel de wind gaan afnemen. Je ziet het ook aan de lijnen van gelijke druk, die duidelijk veel verder uit elkaar liggen. Goed, het weer van vanavond. Wisselend bewolkt. Er zijn opklaringen, maar er zijn ook buien. En bij die buien neemt geleidelijk de kans op hagel en ook onweer toe. Het blijft stevig waaien, windkracht 8 langs de kust. Vooral in het waddengebied houden we echt wel. En bij buien ook nog altijd kans op zware windstoten. Ook vannacht is dat het geval, met name in de kustgebieden. Onweer bij de buien, hagel, misschien natte sneeuw en in het binnenland temperaturen van een graad of twee. Dan morgen. Het wordt 8 graden, de buien handhaven zich. Tussendoor is er af en toe wat zon. En die 8 graden vinden we echt buiten de buien om. Want in buien is het aanmerkelijk minder warm. Eh, sterker nog, het is gewoon aanmerkelijk kouder. 4 graden soms maar. Nou, de wind neemt in de loop van de dag langzaam iets in kracht af. En dan raken we ook die stormachtige wind kwijt. Donderdag dan in de loop van de dag duidelijk meer zon. Dan wordt het eventjes droog. Maar in de ochtend hebben we nog buien. Opnieuw 8 graden. Vrijdag ook 8 graden. Met in de loop van de dag meer bewolking. En juist weer wat buien geregen. En zaterdag trekken die buien dan langzaam naar het zuiden weg. En begint het voorzichtig wat op te klaren. Maar ook zaterdag is het nog zeker niet warm. De 10 graden halen we in elk geval nog niet. Gebeurt dat dan de dagen daarna? Nou, waarschijnlijk wel. Want we zien langzaam maar zeker toch een stijgende lijn in die temperatuur komen. En we komen zelfs uiteindelijk een keertje in de buurt van de 15 graden. Maar dan moeten we nog wel anderhalve week op wachten. En we zien tegelijkertijd dat de onzekerheid groot is. Dus we moeten nog een aantal slagen om de arm houden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.